AltaVista en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, we gaan weer verder met de Kruidvat Safari Tour. Ja, we hebben deel 1 en deel 2 gehad. Eentje onderbroken voor een hele vette mystery box die ik jullie wilde laten zien. Maar we gaan gauw weer verder, want we hebben nog heel veel pops die ik jullie wil laten zien. De safari gaat door, we hebben nog zeker 2 safari delen. En daarna gaan we ook nog een heel ander thema doen voor de andere pops, want er zijn er nog zoveel. Maar we gaan eerst de safari afronden. Want we zijn op safari geweest in het safaripark. Daar hebben we dieren gespot. En natuurlijk, in de Kruidvat zijn we op safari geweest. Dus we gaan vandaag deel 3 laten zien. Binnenkort deel 4. Gaat heel erg vet horen. Er zitten echt zoveel gave pops. Ja, pops die normaal gesproken echt niet bij de Kruidvat zomaar liggen. Van speciale series. Series waar ik nog niks van had. Echt te veel om op te noemen. Dus ik ga jullie niet te lang laten wachten. We gaan gauw kijken wat ik allemaal in het safaripark überhaupt heb gezien. Samen met Levi en Siem. En vooral wat ik bij de Kruidvat heb gezien. Dus we gaan beginnen. Niet dichtbij, Siem. Ja, nog een hele boom als ik kan zien. Ja, wow, echt waar. Vette pops. Ja, vette pops, hele vette pops. Ja, als jullie goed hebben gekeken, hebben jullie al sommige pops ontdekt in de video. Het was zelfs zo inderdaad dat bij één winkel gewoon de dozen nog onuitgepakt stonden. Ja, dus ik kon zelf gewoon pops eruit halen. Heel erg tof. Dus ik heb het tasje heb ik hier staan. Hè? Deze keer eventjes geen mandje. We hebben de verrekijker. Dus we gaan het even op deze manier doen. Ja, 6 pops. Ik laat je niet te lang wachten. We gaan gauw beginnen. Pop nummer 1. Pop nummer 1 die ik heb is... Heel erg vet. 595. Het is Bats van Baby Driver. Kijk aan. 595 Bats van Baby Driver. Heel erg tof. Ja, echt heel erg vet. Het stukje zit er nog op. Ja, van die dozen trouwens waar ik de pops allemaal zelf uit had mogen kiezen. Daar gaan we ook in deel 4 nog wat pops van terugzien. Dus heel erg vet. Maar dit is dan Bats van Baby Driver. Ik heb nog nooit een pop gezien van Baby Driver. Er zitten natuurlijk ook maar 2 pops in deze serie. Heel erg gave film trouwens. Ik heb deze in de bioscoop gezien moet ik zeggen. Echt een leuke film om te kijken. Bats van Baby Driver. Serie waar ik dus nog niks van had. Maar ik hoef er maar nog eentje te hebben. Dat is Baby zelf. Geen idee of die ook bij de Kruidvat lag. Deze dan wel. Deze heb ik wel gevonden. Echt heel erg vet. Ja, ik ben echt heel erg blij mee. Ik ga even de verrekijker hier neerleggen, dat hij niet in de weg staat. Bats van Baby Driver, pop nummer 1. Ik ga ook gewoon naar pop nummer 2. Ja, ik zeg het al, heel vette pops. Ja, de volgende pop, hè, zoals ik zei, die hebben jullie waarschijnlijk al wel ontdekt. Kan eigenlijk niet anders dat jullie het goed gekeken hebben. Het is namelijk deze. Het is van Aquaman, Arthur Curry. Echt heel erg vet. Arthur Curry as the Gladiator. Ik ga het stickertje weer afhalen, want het stickertje zit er allemaal nog op. Ja, Aquaman 244. En ik moet zeggen, van Aquaman zelf had ik nog geen enkele pop. Nee, ik had Aquaman wel uit de film Batman vs Superman. En daar had ik Aquaman van. Maar Aquaman uit de film Aquaman had ik nog geen enkele pop. Dit is 244. Arthur Curry S. The Gladiator. Heel erg vet. Ja, een set van 5. Kijk aan, set van 5. En ik weet niet zo goed of er ook nog andere pops lagen bij de Kruidvat. Black Manta. Black Manta lag er wel. Daar lag de special edition lag daarvan. Dus jammer, die heb ik nog niet weten te scoren. Wellicht gaat hij er nog aan zitten komen. Maar goed, ik ben al heel erg blij met deze pop. Kijk aan, 244. Arthur Curry as the Gladiator. Heel erg toffe pop. Ja, DC pop. En dan gaan we gauw door naar pop nummer 3. Ja, pop nummer 3 van een serie waar ik al meer pops van had gescoord bij de Kruidvat. Het is namelijk de Brady Bunch. Het is niemand minder dan Bobby Brady. Kijk, Bobby Brady. Heel erg vet. Ja, het leuke hiervan is... Ik heb de set compleet. Ja, ik heb de set compleet. Dit was de pop die ik nog nodig had. En ik heb ze nu allemaal. Echt heel de set compleet. Volgens mij, als ik me niet vergis. Quirk hebben voor mij Peter. Bobby, volgens mij heb ik heel de set compleet.
Moet ik even controleren, maar ik weet het eigenlijk wel zeker. En ik heb zelfs de exclusive, heb ik ook, de Comic-Con exclusive heb ik ook nog hiervan, de 2-pack. Dus ja, deze gaan jullie allemaal terugzien, want die ga ik natuurlijk een hele gave full set review laten zien. Van de Brady Bunch, Bobby Brady. Heel erg tof dat ik deze ook heb kunnen vinden. En deze hele set ligt dus bij de Kruidvat. Hè? Alle pops kun je vinden bij de Kruidvat, op de exclusives na natuurlijk. Maar deze complete set van 6 kun je scoren bij de Kruidvat. Heel erg tof. Ja, hij is heel erg gaaf, hij heeft zijn Amerika voetbal in zijn hand. Heel erg vet. Brady Bunch, ja, serie van vroeger. Is ook trouwens ook van Brady Bunch Kids. Is ook een takefilm van geweest. Maar daar ga ik over een tijdje ga ik daar wel wat dieper op in. Dan ga ik een leuke full set video laten zien. En daar zal ik wel meer over vertellen. Tot zover deze 3 pops. Ja, echt heel vet dat ik hiermee de set compleet heb gekregen. We gaan door naar pop nummer 4. En dan moet ik even kijken. Het zijn nog 3 animated pops. Ja, 3 pops uit takefilms. Ik ga het zo gauw de eerste laten zien. De eerste is een pop van een serie. Die ik ook niet zo vaak bij de Kruidvat ben tegenkomen hoor. Het is een popnaam van Toy Story 4. Ja, kom ik wel tegen bij de Primark. Maar niet bij de Kruidvat. Het leuke is, dit is Combat Carl Jr. Nou, het leuke is, even een heel tijd geleden heb ik namelijk deze pop willen bestellen. En in plaats van deze heb ik toen Alien gekregen, omdat deze niet op voorraad was. Dus, maar goed, nou heb ik hem dus alsnog. Daar ben ik er dus heel erg blij mee dat ik vorige keer dus Alien heb gekregen. Nou deze, want ja, nu heb ik deze wel voor 4 euro. 530 van Toy Story 4. Heel erg tof. Ja, hier heb ik dus Buzz Lightyear. Heb je tijdje terug ook gezien. Daar heb ik de handtekeningen zelf van. Alien heb ik dus nou. Combat Carl Jr. En Sheriff Woody heb ik die nou ook. Twijfel ik aan of ik die heb. Of dat ik daar de Pocket Pop van heb. Zou ik even moeten kijken. Maar deze serie ziet er echt heel erg vet uit. Dus ik ben echt benieuwd of ik deze compleet ga krijgen. Het zou zomaar kunnen. Want ik kom die pops heel erg veel tegen uit deze serie. Toy Story 4. Ja. Heel erg tof. Ja, echt heel erg blij mee dat ik deze er tegenkomen. Nooit eerder trouwens hoor, voor de Kruidvat, bij de Kruidvat gezien. En dan de volgende. De volgende, daar heb ik al wel wat pops van. Het is namelijk van Aladdin 478. Ja, het is weer een Disney pop. Meerdere Disney pops dus. Het is niemand minder dan Elephant Abu. Jazeker, Abu. Ja, Abu is natuurlijk het aapje. Maar in de film is hij natuurlijk omgetoverd tot de olifant. Heel erg vet. Elephant Abu. Kijk eens aan, wat een vette pop is dit. Ja. Van de tekenfilm Aladdin. Echt heel vet. Er zitten daar meerdere sets van. Die ook allemaal bij de Kruidvat liggen, moet ik zeggen. Of lagen. Zelfs een chase heb ik daarvan gekregen. Jasmine heb ik de chase zelfs van gescoord bij de Kruidvat. Echt heel erg vet. En dit is dan 478 Elephant Abu. Heel erg tof van Aladdin. Set van 345. Kijk aan. Prins Ali had ik vorige keer. Iago ligt er volgens mij ook. Ja, Iago wel. Genie met lamp. Die ben ik nog niet tegengekomen. Tenminste, ben ik niet tegengekomen. Of Facebook heb ik nog niet voorbij zien komen. Dus, maar dit is hier dan. Heel erg tof. Elephant Abu. Ja, dan zijn we weer aangekomen tot de allerlaatste pop. Allerlaatste pop is... ook weer vet. Ook weer van de serie. Ja, waar ik nog nooit een pop van serie tegen ben gekomen. En ook nog geen enkele pop had. Echt heel erg vet. Het is namelijk van de Looney Tunes. Het is Bugs Bunny. En dan de Oprah Bugs Bunny. Echt, ik ga eerst eventjes het stickertje weer af. Heel voorzichtig, heel erg vet. Nummer 311, Bugs Bunny, Oprah. Echt heel erg tof. Ja, deze vind ik echt heel erg gaaf. Ik vind de pops die hierin zitten ook. Bugs Bunny zit erin, Daffy Duck, Sylvester Tweety. En allemaal vet natuurlijk. En dan ook de Oprah editie. En Bugs Bunny, Oprah en Tasmanian Devil. Elmer Fudd en Bugs Bunny hebben namelijk een korte tekenfilm waar ze in een soort opera zitten en elkaar een beetje aan het misleiden waren. Echt heel erg leuk om die tekenfilm terug te kijken. Ja, doe maar denken aan vroeger. Vroeger keken we die tekenfilms heel erg veel. Volgens mij heb ik zelfs deze nog videoband, VHS ergens nog liggen. 311, Bugs Bunny, opera. Echt heel erg vet. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Ja, eerste Looney Tunes pop dus die ik heb. Ik vind ook, dit ziet er gewoon gaaf uit, die zijkant. Hè? Echt heel erg vet. Ja, Bugs Bunny. Het Oprah, heel erg tof. Ja, tot zover deze 6 pops van de Safari-tour, noem ik het. De Safari Kruidvat Tour, deel 3 deze keer. Ja, wat kan ik jullie nog meer gaan vertellen? Ja, deel 4, daar zitten ook weer echt hele gave pops bij. Ja, echt serieus. Ik zou zeggen, Harry Potter fans, opgelet. Meer ga ik niet zeggen. Ik heb eigenlijk al te veel verklapt. Maar daarover binnenkort meer. Dit zijn de 6 pops van deel 3. Wil je deel 4 nou niet missen? Hè? En alle andere dingen die hier aan zitten te komen. Want ik heb ook nog graag hele vette mystery boxen klaarstaan.
om jullie te laten zien, hè, net zoals de vorige ook heel erg vet was. Nou goed, wil je al die video's niet missen en ook de kruidvatvideo's niet, dat hoeft ook niet. Ik zeg het elke keer maar, hieronder kun jij je abonneren. Doe dan, druk op een belletje, dan krijg je een melding op je telefoon, op je tablet, op je laptop of op de televisie als er een nieuwe video online staat. En dan kun je meteen kijken. Dus, en aan die kant kun je eventjes op het duimpje omhoog drukken. Doe dat, zou ik ook heel erg tof vinden. Ja, ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken. Dank jullie voor jullie support. En ik zie jullie gauw heel snel weer de volgende keer. Groetjes, doei doei. Bye.